Verder met Wheels from the Lowlands gaan kijken naar onder andere Sigiel Klein Kromhof, maar dus nog meer motocross. Zijspan wegracen, Moto3 wegracen en een klein vooruitblikje op het TT weekend in Assen, de Red Bull Rookies Cup. Een bedrijventerrein in het oosten van Nederland, in Overijssel, in Daarleveen. Het oogt allemaal weinig spectaculair, weinig actie lijkt het ook. Maar één keer per jaar, zo rond Pinksteren, dan is hier wel degelijk actie. Dan is er spektakel voor het Sigiel Klein Kromhof Motocross Event. Rond Pinksteren wordt hier gereden op een baan die speciaal daarvoor wordt aangelegd. In samenwerking met de plaatselijke club ontstaat hier dan een groot spektakel ter promotie van de motocross in de omgeving. Leuke dag voor de familie, veel toeschouwers, veel rijders bovendien, gratis toegang. En dat is allemaal te danken dus aan Sigiel Klein Kromhof, die dit jaar voor de eerste keer zelf mee kon doen. En wij spraken met de organisator. Gigantisch veel rijders, veel publiek. Echt een goede sfeer hier. En goed voor de buurt en goed voor de rijders. Ja, 6 weken voor de tijd ga ik bezig met de sponsoring van het evenement. Dus vergaderingen en een week voor de tijd ben je non-stop bezig met de baan klaarmaken. Vannacht laat in bed gekomen, vanmorgen op tijd er weer uit. En dat was wel zwaar, maar ik denk dat ik morgen wel de klap weer krijg. Het was de vierde keer dus dat het evenement werd gehouden met zo'n 300 rijders, met onder andere Misha Boy de Waal, de teamgenoot van Sigiel Klein Kromhof. We zagen ook dan nog Rick Satink. Dit is Luca Nijenhuis met de nummer 152 Robin Nijkamp, met het nummer 119 Lucas Dolfing, de broer hier van Sigiel, dat is Jeroen Klein Kromhof, en Sigiel Klein Kromhof zelf op zijn 2,5 KTM. Veel rijders, zo'n 300 rijders in 7 verschillende klassen. Van brommers tot knakworstenklassen tot de superklasse. En daar gaan we nu eens eventjes naar kijken. Met een goede start voor Rick Satink. En ook zit daar Klein Kromhof zelf er goed bij. Maar achter in het veld is er dan een enorme opstopping en een flinke crash. Bovendien voor de teamgenoot van Klein Kromhof. Dat is deze Misha Boy de Waal. Hij blijft lang liggen en het ziet er aanvankelijk helemaal niet zo goed uit. De wedstrijd gaat wel door op dit dus speciaal aangelegde parcours. Met veel publiek daar om de baan heen. En we zien dat het dus de thuisrijder is, de organisator zelf, Sigiel Klein Kromhof, die de eerste plaats heeft. Redelijke omstandigheden hier in Daarleveen. Met dus op dat moment op de tweede plaats Rick Satink op de 4,5 Yamaha. We zagen Jeroen Klein Kromhof nog eventjes met het nummer 57. En daar zien we ook nog Luca Nijenhuis op de 2,5 Kawasaki. De organisator in full flow. Hij is op dit moment in die superklasse dus de snelste. En hij bouwt een mooie voorsprong op ten opzichte van Rick Satink op zijn Yamaha. Hier Jeroen Klein Kromhof. En dan is het nog eventjes wachten op Luca Nijenhuis. Hier hebben we Luca Nijenhuis, de EK-rijder, zoon natuurlijk van voormalig racer Adrie Nijenhuis, die nu ook fungeert als zijn monteur. Hij was sterk trouwens in het EK in Frankrijk. Helaas geen puntjes voor Luca en Rick Satink dan. Momenteel tiende in het Nederlands kampioenschap in de MX1-klasse. En daar dat leuke duel tussen Jeroen Klein Kromhof en met de Kawasaki, dus Luca Nijenhuis. Maar dat gebeurde allemaal ver achter de rug van Sigiel Klein Kromhof, die zich erg goed voelde. Satink op een veilige tweede plaats. Dit jaar dus voor het eerst op de 4,5 Yamaha en Luca Nijenhuis dus. Klein Kromhof dan veilig op die eerste plaats. Hetzelfde gold eigenlijk voor Satink, maar dan op de tweede positie. Derde positie is dus voor Luca Nijenhuis, die 3 jaar geleden nog ADAC kampioen werd in Duitsland dus. En het nu probeert in het EK. Satink, ook voor hem min of meer een thuiswedstrijd, niet zo heel ver van zijn thuisbasis af. Maar zo ongeveer in de achtertuin dus van Sigiel Klein Kromhof. Nijenhuis op de Kawasaki.
En dan gaat de vlag komen voor de winnaar van de eerste manche in de superklasse. En dat is, zoals het eigenlijk misschien wel hoort, Cyriel Klein-Kromhoff zelf. Maar wat was er eigenlijk aan de hand met Misha Boy de Waal? Ja, ik had een hele goede start. Ik lag 4/5 en ik wil afdraaien. Er komt in één keer iemand aan de binnenkant in. Ja, toen viel ik en toen reden er 4/5 overheen. En dat was het eigenlijk. Ja, ik heb wel last van mijn schouder en wel last van mijn nek. En er zijn wel rijders over me heen gereden. Maar niks ernstig. Tweede match gaan we gewoon weer van start. Ik zei het al, 7 verschillende klassen hier in Daarleveen, waaronder ook de 65cc grote wielen. Met ook in deze klasse, Lynn Valks is pas 10 jaar met de nummer 172, maar zij was wel heel snel. Maar niet de snelste bij de start, want dat is met de nummer 72 Mac Bouwenser. En die wordt dan gepasseerd door Stijn Nooyen, met de nummer 94. Het nummer 172, dat is dus Lynn Valk, 10 jaar oud. Ook zij reed hier, voor haar is het ook min of meer een thuiswedstrijd. En we zien de toppers, met het nummer 84 ook Bart van der Voren. En hier Lynn Valk. De tweede wedstrijd in deze klasse. Met dus Stijn Nooyen en dus Mac Bouwenser. Hier zien we dan Bart van der Voren en met het nummer 172 Lynn. Lynn Valk dus 10 jaar oud, zoals gezegd. En ze rijdt in het Nederlands kampioenschap 65cc grote wielen. Onder andere jongens als Ruivoor Dankers en Stef Karsenmakers. Dat zijn toch jongens die ook in de toekomst voor grote daden kunnen zorgen. Bij de grote mannen. Maar Lynn Valk doet het erg goed met haar pas 10 jaar. En haar doel is het uiteindelijk om in het wereldkampioenschap te kunnen starten. Wereldkampioenschap dames, waar onder andere dit jaar voor Nederland Nancy van der Ven, Nina Klink, Rick van der Wekken en ook Marianne Veenstra in rijden. De wedstrijd die wordt gewonnen door Mac Bouwenser. En Lynn wordt uiteindelijk in deze wedstrijd 5e en ze komt net naast het podium terecht. Ja, gewoon hartstikke leuke evenementen. Gewoon heel veel sfeer en gezelligheid. Ja, dat is hartstikke leuk. Iedereen is op jou gemunt, zeg maar. En ik wil ook voor hun zijn, dus ja, ik doe wel mijn best. En we hadden het al over Marianne Veenstra en we hoorden haar ook eventjes. 22 jaar oud is ze. Ze was vorig jaar 6e in het WK voor dames. En zij rijdt hier dus in de MX2-klasse met onder andere Geert-Jan Forstbos. En Marianne Veenstra hier met het nummer 149. Zij is toch al iemand die al jaren in het WK rijdt. En ook de hele wereld al zo ongeveer gezien heeft. Heel Europa en ook gereden heeft in Amerika en ook zelfs in Japan. Op de KTM met haar vaste nummer 149. En de winst dan in deze klasse is voor de man met nummer 7, Gert-Jan Forstbos, voor Gert-Jan Jonkeren en Wesley Mars. En er is een 7e plaats uiteindelijk voor Marianne Veenstra. En daarna is het weer tijd voor het wat zwaardere werk. Weer de tweede manche van de superklasse. Met dus weer Luca Nijenhuis. Met uiteraard dan ook weer Cyriel Klein-Kromhoff, de thuisrijder. En ook Misha Boy de Waal. Eens kijken hoe het dan nu gaat bij de start. Holeshot, de kopstart voor Cyriel Klein-Kromhoff. En hij gaat er gelijk vandoor. Tweede plaats is dan voor zijn broer, Jeroen. Terwijl ook Misha Boy de Waal er netjes bij zit. En ook Zatik daar met de nummer 94 in de voorste gelederen zit. En dat is eigenlijk ook wel de bedoeling als je het rijdersveld ziet. En natuurlijk ook de status inmiddels hebt van Rick Zatik. Aanval dan op de tweede positie van Jeroen Klein-Kromhoff door Misha Boy de Waal. We zijn weer bij de leider en dat is Cyriel Klein-Kromhoff. De nummer 3 op dit moment dus in het Nederlands kampioenschap in de MX2-klasse. Achter Jeffrey Herlings en Glenn Koldenhoff. En hij was hier echt een maatje te groot voor de concurrentie. Op de KTM van het HSF Logistics Team. En dat geldt ook voor Misha Boy de Waal. Rick Zatink op zijn Yamaha.
En daar met het nummer 152 zien we dan ook nog heel eventjes Robin Nijkamp. Maar het is heel duidelijk, ondanks de tegenstand van Misha Boydewaal gaat Cyriel Klein-Kromhoff af op een overwinning. En het was de eerste keer dat hij echt zelf ook mee kon doen. Want de vorige keren was hij telkens geblesseerd. En als je dan een evenement hebt dat naar jou genoemd is, dan is het natuurlijk toch prettig als je zelf ook aan de start kunt verschijnen. En dat gebeurde. Hij won de klasse. En daarna hadden we deze mannen nog eens eventjes bij elkaar staan voor deze beker. Want wat was er nog verder op het programma? De high jump. Met een hoofdrol voor Klein-Kromhoff. Springt hier over 2,50 meter. En dan hebben we ook Menno van der Zee. Ook hij doet het goed. 2,50 haalt hij dan net. Nog eens een keertje een sprong over 2,80 meter. En Menno van der Zee, hij is monteur in het fabrieksteam van Honda voor de Dakar. En hem lukt het dan net niet. En de grootste beker van het evenement kan dan helemaal mee naar Daarleveen. Mee in de handbagage naar de overkant van de weg voor Cyriel Klein-Kromhoff. Maar er was meer spektakel. Dankzij deze Robin Nijkamp. Hij komt er wel overheen, maar de daling of de landing is wat minder. Ik ging bijna de voorrang keer mis en toen die keer erop, ik sprong en toen kwam ik, ja, het ging hoog genoeg. Alleen ik ging een beetje achterover en toen had ik al gelijk door van dat is niet goed. En toen kwam ik neer. Het was mijn stuur een beetje krom. Het ging best hard. Ik ging achterover en toen kwam ik, eerst begin dacht ik dat ik kon redden, dat het goed ging. Maar op laatst dacht ik, nee, dat komt toch niet goed. En toen heb ik maar van mij afgetrapt. En toen lag ik daar op de grond en ik keek achter mij. Ja, het PVC-buisje die zat er nog, dus het is goed gegaan. Alleen ik lag wel op de grond.